Oh, wat vind je aantrekkelijker? Als je gewoon, stel je gaat uitgaan naar het feestje. Ja. Je hebt mannen die gewoon nou, een beetje sportief uitzien, strak shirtjes aan of gewoon oversized. De vraag van ik wist dat die ging komen. Oh jee. Liever cardio in de slaapkamer of in de gym? Eeuwig vrijgezel of nooit meer gymmen? Nu komt de welberuchte vraag, zouden jullie elkaar nog een keer een spotje willen geven in de toekomst? Hallo. Hoi. Hoi. Oh, nog ook. Ik ben Jim. Emma. Hoi. Aangenaam. Aangenaam. Wat zoek jij precies in een meid? Ik vind het belangrijk dat iemand gewoon lekker sociaal is. Daar hou ik wel van. Ik hou niet van die hele stille mensen. Ik kan een beetje initiatief kunnen tonen. En ik hou toch ook wel van mensen die gewoon een beetje serieus in het leven staan. En ja, ook wel van een feestje houden, zeg maar. Dus. Wat zoek jij precies in een jongen slash partner, gymrat, date-achtig? Iemand die gewoon zelfverzekerd is, heel spontaan is, weet wat hij wil, eerlijk is en zo. In ieder geval dat we samen kunnen trainen en zo, samen naar een feestje kunnen gaan. Dus dat eigenlijk wel. Ik kom even zitten. Dankjewel. Ja, wij hebben jullie gematcht voor First Weight. Jullie gaan vandaag gezellig samen gymmen. Zoals dat jullie grootste hobby is volgens mij. Ja. Ik ben heel benieuwd. Want waar komen jullie vandaan? Misschien dat we een handigere vraag moeten stellen. Ik kom uit Denham. Dat ligt in het oosten van het land, in Twente. Dus het is voor mij 2 uurtjes rijden vandaag hier naartoe. Best een stuk. Nou, ik kom uit Almere. Het is ook voor mij 2 uurtjes reizen, maar dan met de trein. Dus, kijk aan. Wel een stukje hier naartoe. We hebben het voorover dus. Ja, zeker. Jij gaat ook 3 dagen in de week naar sportschool? Ja, ja. 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 Vind je dat niet te weinig? Ik krijg jeuk hoor, als te weinig gaat. Jij sowieso ook. Ja, soms wel, soms niet. Maar dan omdat ik het soms best wel druk heb met school en werk, daarnaast moet ik het gewoon... Waar ik dan een plekje vrij heb, dan ga ik naar de gym. Ja, dus zodoende. Of ik heb vaak in het weekend feestjes. Oh, feestjes. Is dat een van je hobby's om naar feestjes te gaan? Ja, ik vind het wel echt heel leuk, ja. En wat voor feestje ga je dan naar? Techno vooral. En de laatste tijd meer techno. Maar daarnaast ook naar Ralph Hardcore ga ik daar ook wel heen. Oh, kijk. Wat dat betreft in ieder geval een match. Techno is helemaal niks voor mij. Tenminste, ik luister het niet. Ja, tegenwoordig lijkt techno heel erg op hard. Ja. Ik heb ook dat ik de laatste half uur tegenwoordig gewoon wegloop. Omdat het gewoon echt gewoon, nog net geen uptempo is, zeg maar. Dus, dat is wel echt. Lijkt heel erg op elkaar. Dus misschien moet je die cap proberen. Eind februari staat wellicht op de planning even kijken. Volgens mij Intercell dacht ik dat heet. Ik weet het niet helemaal zeker. Ja, maar ergens eind februari dan. Oh, wie weet. Die heb ik wel gepland staan. Dus ik ben wel heel benieuwd naar wat techno qua festival gaat brengen. Maar normaal gesproken... Niet meer techno als van 5 jaar geleden. Nee, het is wel echt veel harder nu hoor. Ik heb er niks meer. Ik vind het niet erg. Alleen als het tempo wordt, dat vind ik gewoon herrie. Maar dat ben ik. Maar jullie vinden het wel leuk. Dus ja, zeker. Is je verder nog bepaalde muziekstijlen of is het echt alleen maar dit? Eigenlijk dat wel eigenlijk. Ja. De laatste tijd wel echt heel veel techno. Oké. Okay. Maar we kunnen ook wel gewoon even een lekker setje aanzetten hoor. Ja, dat is goed hoor. Doe maar. Zijn jullie zelf ook druk bezig met voeding? Op het moment niet. Omdat ik niet aan het droog trainen ben. Maar als ik echt droog ga trainen, dan horen daar gewoon bakjes bij. Dan moet je preppen. Ja, dat moet dan wel. Ja, dus ik ga wel fanatiek naar de sportschool. En ik let wel gewoon mijn eiwitinname en dat soort zaken. Ik ben er wel een beetje aan het bulken. En volgend jaar heb ik... Ik houd gewoon in. Regelmatig pizza bestellen. Nou, dat valt mee. Maar wel gewoon lekker eten inderdaad. Genoeg eiwitten. Voor de rest gewoon lekker eten. En volgend jaar heb ik wel op de planning staan om echt droog te gaan trainen. Ik heb dit jaar als goal om 2,25 te gaan squatten. Nou, daar moet nog wel 20 kilo bij op. Voordat ik daar ben. Ik met 140 kilo nog in de brek lag. Ik heb al 2 jaar niet meer squatten. Ja, deadliften doe ik bijvoorbeeld niet. Ik weet niet of jij deadlift, maar ja. Maar we zijn nu natuurlijk lekker pre-workout aan het scoopen voor het trainen, maar wat gaat er getraind worden? Wat mij betreft gewoon lekker beginnen met schouders. En dan kijken we daarna even wat je wil doen, of je armen wil pakken of rug. Ja, dat is goed hoor. Als we schouders gedaan hebben, ben ik in ieder geval blij. Dus cheers. Cheers. Beetje chill. Ja, dat is wel even wennen. Normaal gesproken dan druk ik hem nooit zo boven naar elkaar toe, zeg maar. Dat gaat gewoon recht omhoog. Maar ik voel hem op zich wel lekker stretch. Sorry? Waar train je? Ik train ook in Den Ham, waar ik woon. Mijn beste vriend die heeft sinds een jaar of 3 denk ik inmiddels, 2-3 jaar een eigen sportschool. Wat zei je, sorry? Mijn beste vriend die heeft sinds een jaar of 2-3 zijn eigen sportschool nu, dus dat is superleuk. Dit is iets te hoog. Ja. En daar, de meesten die daar lopen, die zijn een beetje tussen de 15 en de 32 jaar oud. Oké. Het is wel heel veel jeugd en iedereen is ook wel fanatiek, dus dat is wel superleuk om te zien.
En gewoon lekker je eigen muziek op kunnen zetten. Normaal heb je sportscholen vaak een beetje dat... Ja. Nou ja, waar ik eerder altijd trainde stond 538 Party stond vaak op. Dus dan ben je aan het trainen en dan komt de themasong van de A-Team en I'm a Barbie Girl komt voorbij. Nou ja, kun je je voorstellen dat dat natuurlijk niet echt lekker traint? Nee. Dus meestal staat hier wel, wel hardstyle op of rap of wat dan ook. Oh ja, dat is wel heel chill. Ja, ik train dan bij Basic, dus dan kan je het wel invullen qua muziek. Ja, op zich. Ja, dus daar heb ik gewoon altijd lekker gewoon mijn eigen koptelefoon op en gewoon techno setje aan. En lekker trainen. Maar. Want hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 25. Oké. Okay. Ja. 22. Opleiding zat je in je laatste jaar of? Ja. Kijk. Dus ja, ik moet bijna afstuderen. Althans. Spannend of? Ja, zeker wel. Ja. En woon je nog thuis of zit je kamers? Of? Nee, ik woon nog thuis. Okay. Ja, ik was wel van plan om eigenlijk, denk ik vanaf mijn tweede jaar ongeveer, op kamers te gaan. Ja. Maar ja, toen kwam corona, dus had ik dus zoiets van, ja, waarom zou ik eigenlijk nu, want er is toch niet zoveel te doen. Klopt. En jij? Ik woon sinds een halfjaartje op mezelf nu. Okay. En qua studie was het gewoon altijd een uurtje reizen, dus dat wilde prima. Ja. Ik vond het zonde om daarvoor op kamers te gaan. Ja, snap ik. Maar het bevalt wel goed hoor, gewoon lekker op jezelf, je eigen ding. Maar heb je iets van een eigen appartementje of zo, of een huis? Ja, ik heb een benedenwoning. Oh, oké. Okay. Maar wel met een garage erbij, dat is super chill. Oh, chill. Auto's is een van mijn hobby's. Oké. Okay. Dus ik mag ook graag met Japanse sportauto's zeg maar op pad gaan. En dat met hele clubjes doen. En daarnaast doe ik nog een beetje aan motorrijden. Dus op zich ook wel makkelijk dat ik de motor gewoon thuis neer kan zetten. Oh ja, dus dan heb je een motor en een auto? Ik heb een motor en twee auto's. Doe maar. Ja, nou ja, goed, kijk, die auto waar ik het meest en liefst in rijd, die rijd ik alleen in de zomer. En dan... Wat dan? Een cabrio of zo? Nee, dat niet. Maar even een beetje op aan de go hoor. Praten in sport is toch lastig. Ja, is ook. Nee, ik vind het zonde om dan in de winter te gaan rijden als het overal nat is en zout strooien. Dan roest het gewoon wat sneller. Ja, oké. En dan zet ik hem gewoon binnen neer en dan rijd ik in een oud simpel autootje, zeg maar. Wat voor auto dan? Nou, ik kan wel zeggen een Nissan 350Z, maar dat zeg je waarschijnlijk niks. Als ik het zie, dan denk ik, oh ja, vast wel. Ja. Nou ja, goed, dat vind ik gewoon leuk om te doen. Yeah. Dus even kijken. Ik noem nog één keertje. Ja, dat is goed. En ja, wat gaan we dan doen? Eventjes gewoon denk ik zo, side races. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, ja? Ja. En want? Gewoon een zware oefening, toch? Hou je niet van de uitdaging? Jawel, maar gewoon, het is een zware oefening aan zich, weet je wel. Check. Dus ja. Nou ja, ik begin die pre-workout nu al te voelen. Mijn oren beginnen een beetje te tintelen. Heb je al last van pre-workout? Gewoon wat je nu zegt, tintelingen of zo of iets? Ja, niet echt last van of zo, maar het is die beta-alanine die erin zit. Het begint vaak je lippen, je neus, je oorlellen allemaal te tintelen. Oh, oké. Nou, klinkt goed. Ken je dat niet? Nou, ik heb er geen last van of zo. Ja, ik heb qua pre-workout gewoon C4. Mm-hmm. Dus daar heb ik nooit echt zo last van. Ik had wel laatst, toen had ik er wel last van, hoor, dat was een kindje. Mm-hmm. Maar normaal gesproken niet echt eigenlijk. Ik gebruikte het vroeger met motocrossen heel veel. Die goed beta-alanine heb je ook in tabletjes gewoon los. Mm-hmm. Dat is beter voor je uithoudingsvermogen. Oh. En wat je met motocross veel hebt, is dat je goed die onderarmen. Die worden op een gegeven moment helemaal volgepompt met bloed. Dat is echt gewoon steenhard. Kan je niet meer in knijpen. Want dan kan je motor veel slechter vasthouden. Dan wordt het gewoon gevaarlijker en doet pijn. En dan kun je net even twee rondjes langer door dan dat je anders kan. Oké. Okay. Maar ja, goed, toen ook heel erg wel die tintelingen altijd. Ja. Ja, het helpt wel. Alleen ja, in pre-workouts ben ik er niet zo'n fan van. Maar ja, het geeft een beetje die kick van, hey, het doet iets. Ja, je merkt het, bedoel je dat gewoon. Ja, oké. Okay. Ja. En welke punt van je lichaam ben je het meest trots op? Mijn rug toch wel en denk ook wel mijn billen die beter zijn geworden. Vind je dat het leukste om te trainen of dat niet per se? Ja, op zich wel. Jij dan? Ik vind op zich schouders vind ik wel mooi en de armen is ook wel prima. Ja. Ik zou wel graag wat meer benen willen hebben qua massa, maar kracht is er op zich wel, maar de massa valt tegen. Ja, dat is wel vaak natuurlijk. Goed. Nooit gevoetbald of zo, wat dan ook van vroeger dus. Maar ja, mag niet klagen, maar wel tevreden met het totaalpakketje. Ja. Ik heb verder ook geen wedstrijdambities of zo. Nee, ook niet over nagedacht voor powerlift of zo. Nee. Nee, ik train echt gewoon omdat ik het leuk vind en mezelf graag uit wil dagen. Ja. En ik moet zeggen dat ik ook nooit echt tevreden ben.
Nou ja, tevreden. Maar wie is wel tevreden? Ja, weet je, ik ben trots op wat ik bereikt heb. Ik was echt zo'n skinny guy vroeger. Ja, weet je, ik zal nooit de grootste zijn wat dat betreft en het hoeft ook helemaal niet. Nee, dat snap ik wel. Maar ja, ik kwam wel heel erg het besef ergens in december of zo. Ik dacht van ja, weet je, ik vergelijk me eigenlijk altijd wel met anderen. En dan ben je dus helemaal nooit snel tevreden. Ja, maar dat doet eigenlijk iedereen wel onbewust hoor. Jawel. Denk ik. Bro, als je in de gym staat, dan kijk je toch wel naar die persoon dat je denkt, oké, die is wel groot, dat zou ik ook wel willen. Of die ziet er wel goed uit, weet je wel. Helemaal qua social media zit je vaak echt in zo'n bubbel, weet je wel, met allemaal mensen die ook fitness doen en dat soort dingen. Ja. Dus ja, wat dat betreft, kijken naar je eigen progressie is wel het beste om te doen. Maar ja, het blijft lastig soms. Ja, dat is zeker waar hoor. Nou guys, hoe gaat het trainen trouwens? Ja, gaat goed. Kon je hijgen? Kon jij ook hijgen? Ja. Nou, dat gaat goed. Dus jullie doen hun best. Ja, zit Pompie er lekker in? Ja, dat is wel. Nou, mooi. Ik heb hier een paar dilemma's. Die mogen jullie aan elkaar stellen. De vragen. En ik zou zeggen, doe hem om en om. Dus zou ik zeggen, begin jij maar. En mijn vraag is aan jullie, wat gingen jullie nog allemaal doen qua training? Roast dan nog. In ieder geval roast nog, ja. En dan, even checken. Okay. Wil je nog iets van armen erbij pakken of wil je nog een extra oefening rug doen? Maar maakt niet uit, ik vind het allebei wel goed hoor. Ik weet een klein armpompje nog om af te sluiten dan. Ja, dat is goed dan. Hoor, is goed. Check. Ik zal nog wel naar huis kunnen rijden, ja, ik heb chauffeur meegenomen, dus komt allemaal goed. Je had mij die prio kunnen voeren. Dan, ik was wel thuis gekomen. Nou, ik zou zeggen, check even die dilemma's, dan zie ik jullie zo. Is goed. Goed. Voor altijd alleen of samen gymmen met iemand? Oeh, ja, voor altijd alleen gymmen of gewoon voor altijd alleen zijn? En dan, nee, alleen gymmen dan. Ah, dan wel het liefst alleen. Dat is gewoon beter voor de concentratie. Gym is gewoon lekker mijn ding. Ja. Ja, ik heb wel hetzelfde hoor. Ja. Ik train toch nu alleen, dus maakt het in principe toch niet uit. Ik herinner mij van de vorige editie nog de vraag, zou je dan liever altijd met je partner trainen of met een vriendin? Of een vriend. Oeh, ik weet niet. Gooi gewoon ons eigen dilemma er even in. Jij dan? Ik zou dan liever gewoon met een vriend trainen. Gewoon gymmen, weet niet. Het is gewoon mijn ding, zeg maar. Oh, ja. Ik weet niet, anders zit je zoveel met elkaar. Plus, het is gewoon over het algemeen handiger. Als je dan gaat squatten en al die schijven er steeds weer van afhalen. Ja. Ja, dat is zeker waar. Wat vind je ervan? Vind je hem lekker deze? Ja, deze is wel chill hoor. Ja. Ik voel hem ook al gewoon lekker wat minder dan, met iets minder kilo's dan normaal, gewoon lekker knijpen. Kijken. Yes, eens even kijken. Sibum die wordt voor altijd je coach in de VS. Ja. Of nee, sorry, versus. Zo, lekker gym. Sibum wordt voor altijd je coach versus je bent samen met je ultieme gym crush. Schrijf voor Sibum of schrijf voor gym crush? Ik heb geen gym crush, dus dan denk ik Sibum, denk ik. Oeh. Heb jij een gym crush? Nee, eigenlijk niet echt. Dus ja, goed. Ik denk dat we onder begeleiding van Sibum gaan trainen. Nou, ik denk dat we dan beesten worden, denk ik. Dat, als dat niet gebeurt, dan weet ik het ook niet meer. Ik ben heel benieuwd. Nee, ik zie een lachje. Dat is vast een goeie. Eeuwig vrijgezel of nooit meer gymmen? Zo. Oh, deze is wel echt lastig, hoor. Ja, wie heeft die bedacht? Wie heeft deze ingezonden? Ja, dan ga ik denk ik toch voor het skippen van de gym. Dan zoek wel iets anders waar ik mijn energie kwijt kan. Ja, echt hè? Altijd vrijgezel, dat is ook maar zo, zo alleen inderdaad. Ja. Ik heb nu al vaak dat ik thuis kom en dat ik denk, ik moet meteen even muziekje opzetten, want het is gewoon zo rustig. Ja, dat snap ik wel. Weet je, als je dan nog thuis woont, is altijd wel iemand op een tv staat aan of wat dan ook. Ja. Nee, dan ga ik toch liever voor geluk en liefde dan altijd sporten. Er is meer in het leven dan sporten. Ja, daarom. Maar ja, die mening deel jij dus ook. Ja, zeker. Kijk. Ik zou echt niet de rest van mijn leven alleen willen blijven hoor. Ook zo saai. Ja, elke keer naar wat anders is ook niet echt... Ja, dan vinden we wel vervanging voor de gym hoor. Wat zou je dan doen? Oh, enig idee? Ik zou het echt niet weten. Nee, echt niet. Gelukkig hoef ik daar ook niet over na te denken. Nee, dat is wel waar inderdaad.
Ik zou het echt niet weten, nee. Ik zou zelf denk ik weer teruggaan naar het motocrossen. Dat was wel gaaf om te doen, maar misschien ook iets wat met fysieke uitdaging te maken heeft. Ja. Cardio liever niet, dat is niet zo mijn ding. Ik ben niet zo van het... Nee, ik ook echt niet gewoon. Ben je ook niet in de sportschool cardio zo verder? Nee. Nee. Alleen met kutten of dan ook niet? Ja, dan wel hoor. Dan probeer ik wel op te letten. Ook gewoon veel lopen of wat meer de fiets pakken of zo. En... Kijk, nu in de winter sowieso wat minder fietsen, maar anders... In de zomer ga ik sowieso altijd wel fietsen naar de gym, dus ook wel ongeveer 20 minuutjes fietsen, dus... Dan wel, maar nu zit ik gewoon in de bus hoor. Ik ben veel te laai. Ik ga altijd met de auto naar de gym. Ja, ik weet het. Het is gewoon gewenning. Ik kan wel fietsen, maar ja, goed. Hoe ver is het fietsen dan? 10 minuten. Met de auto 2? Ja, zoiets inderdaad. Het is een luxe probleem dit. Liever een partner die alleen maar met de gym bezig is en hierin doorslaat, ja. Of iemand die helemaal niet met zijn gezondheid bezig is? Nou, ik vind op zich mensen die van een uitdaging houden en aan zichzelf werken, daar hou ik wel van. Mm-hmm. Dus als ik er dan ook even van uitga dat mensen er totaal niet sportief uitzien, om het netjes te zeggen, dan heb ik liever iemand die doorslaat in het sporten. Ja. En jij? Ja, ook wel hetzelfde, want ja, iemand die helemaal niet bezig is met zijn gezondheid, die begrijpt jou dan denk ik ook niet heel dat erg van waarom je het doet en zo. Dus ja, dan liever iemand erin doorslaat, maar ik hoop niet heel erg of zo, dat niet verder het bijvoorbeeld de relatie of zo beïnvloedt, zoiets. Dus, Maar ja, dat, ik denk dat je dat zelf ook enigszins meer kan begrijpen als persoon erin doorslaat, omdat je zelf ook fanatiek met sporten bent. Ja, is zo. De vraag van ik wist dat die ging komen. Oh jee. Liever cardio in de slaapkamer of in de gym? In de slaapkamer. Ja, toch wel, ja? Ja, goed. Moet ik die nog beantwoorden? Of, Mag. Ja, die is ook niet zo moeilijk. Ik doe nooit cardio in de gym, dus voor mij gaat het eigenlijk wel hetzelfde. Ja. Oh, wat vind je aantrekkelijker? Als je gewoon, stel je gaat uitgaan naar het feestje. Ja. Je hebt mannen die gewoon nou, een beetje sportief uitzien, strak shirtjes aan of gewoon oversized. Met feestjes bedoel je? Ja, gewoon, of als je mannen gewoon ziet lopen, vind je dan strakke shirtjes mooier staan of oversized? Allebei wel. Beide wel? Geen voorkeur, nee? Wat zei je? Geen voorkeur dus, nee? Nee. Oké. Okay. Nou, zeg het eens, wat vond je ervan? Vind je het gezellig? Ik vond het een gezellige training, ja. Lekkere sociale meid wel, rustig. Dus, vind ik wel positief. En gewoon even lekkere fun day gehad qua training, dus ja. Lekker getraind ook? Ja, op zich wel even. Gewoon even een klein pompje gepakt, niet te zwaar. Dus voor op een zondag perfecte workout wel. Niet je kop eraf geschoten door je workout? Nee, zeker niet. Nee. En ik hou toch ook wel van mensen die gewoon een beetje serieus in het leven staan. En ja, ook wel van een feestje houden, zeg maar. Dus ik had het idee dat ze daar ook wel van hield. Ze hadden naar festivals, ja. Dus... Ja, dat is denk ik wel een pluspuntje. Hè? Ja, zeker weten. Ja, dat kun je heel leuk met elkaar doen. Dus, ja, klopt. Ja, en wat was je eigen gevoel erbij? Bij de date? Ja, ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Ja. Ja, en zou je, hoe zie jij het eventueel in het vervolg? Denk je van, nou, dit is een match of... Nou, het lijkt me wel leuk, denk ik, om nog eens een keertje af te spreken en gewoon gezellig even te kletsen, activiteitje te doen of wat dan ook. Dus gebaseerd op dit vandaag... Dit keer geen gymdate? Nou ja, dat kan, hè, dat kan ook, ja, maar... Nee, ja, dat is juist het voordeel aan zo'n gymdate. Je bent gewoon bezig met andere dingen. En, als het even stil is, ga je sporten. En, ja, daarom weten. Dat hoeft ook helemaal niet awkward te zijn. Dus is het voor jou een go of een no-go? Ja, ik zou best nog wel een keer met de trainer samen of iets anders willen doen. Ja. Oké, okay. Nou, is goed. Dan gaan we haar er even bij halen. Nou, heb je het ineens zin gehad? Ja, dat wel, ja. Ja? Lekker getraind? Ja, zeker weten. Ja, dat ook. Nou, top. Ja, en ook goed pompje gehaald? Dat denk ik wel. Misschien straks even flexen, dan gaan we het even checken. Ja, precies. Ja, want hij zei ook dat hij naar festivals ging. Dat is denk ik wel een pluspuntje daarin. Ja. Want je wil ook echt graag een partner die bijvoorbeeld ook naar festivals gaat en zo. Ja. Zodat je er samen naartoe kan. Ja. Ja. Ja, en hoe was je gevoel verder bij de date? Nou, wel gewoon heel chill dat wel. Dus, ja. Ja. Dan gaan we hem even bijhalen. Daar zijn we dan weer. Lekker getraind met z'n tweeën? Ja. Prima getraind. Ja, want jullie hadden upper body getraind? Ja. Een klein beetje arm als afronding, toch? Ja, inderdaad. Ja. Nou, goed om te horen dat jullie lekker getraind hebben. Vonden jullie het gezellig? Dat wel. Ja, ja, dat wel. Ja. En nu komt de welberuchte vraag. Zouden jullie elkaar nog een keer een spotje willen geven in de toekomst? Nou, op zich een spotje geven, dat wel. Ik vond het wel een gezellige training. Ja, een keer drankje doen misschien wel, maar ja, moet even kijken verder.
Ja, ik vond het ook wel gezellig, maar of er verder iets in zit, denk ik niet. Maar als we elkaar bijvoorbeeld op een feestje tegenkomen, is denk ik wel gewoon gezellig. Ik denk maar, dat dat heel gezellig kan zijn, ja. Dus dat groei eigenlijk. En een snoeimaat. Oeh. Nee, top. Check. Nou, ik wil jullie in ieder geval even hartelijk bedanken voor de aanwezigheid. Ja, ook bedankt. Dat jullie er waren. En ik hoop dat jullie lekker getraind hebben. Zeker. En, zeker weten. Hebben jullie nou nog vrienden of familie waarvan je denkt van, hé, die moet ik opgeven? Of al ben je nou zelf op zoek naar je toekomstige gymrat buddy? Geef je dan op voor First Weight op www.sportpoets.nl. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter en klik op de prachtige abonneerknop. Ciao. Doei. Doei.